Geert in eerste plaats is een schat van een mens. En hij slaagt er eigenlijk al 10 jaar in om heel eigenzinnige ontwerpen, maar altijd stijlvol, een beetje hip te brengen. En dat is typisch zijn stijl. En ja, het is een mens met een hart van goud. Dus ook de opbrengst van deze show gaat naar het HIV-fonds. Dus dat vind ik wel goed. En daarvoor, ja, daarvoor hou ik van Geert, voor wie dat Geert is. En natuurlijk voor zijn kledij, dat top is. Dus die combinatie is voor mij, zo hoort het in het leven, ja. Dag Lulu. Eerst en vooral al een dikke proficiat voor jouw prestatie vanavond. Wat vond je er zelf van? Was dat de eerste keer dat je op een catwalk liep? Wel, ik heb het nogal een keer voor Geert gedaan. En ik vind het kei leuk, omdat ja, Geert, ik vind dat gewoon een fantastisch ontwerper. En hij heeft mij al vaak een kleed gegeven om aan te doen voor een première of voor een gelegenheid. En ik moet zeggen, ik voel me daar altijd heel erg in op mijn gemak, heel vrouwelijk. Dus ik doe dit ook met plezier voor hem. Ja, sowieso heel leuk. Maar ik ken Geert zijn stijl van kledij. Ik vind het altijd wel heel tof. Vooral zijn bruidskledij, die vind ik altijd prachtig. Dus ik denk dat je duidelijk hebt kunnen zien aan alle modellen die heel mooi gekleed waren en zo. En ik had ook, dat is leuk ook, om met dat livebandje erbij, dat geeft dat gewoon een losser gegeven. Ik ben zelf geen model en is dat gewoon fantastisch leuk om dat gewoon wat losser te houden allemaal. Ik zag jou daarnet over de catwalk springen, swingen, net of je het al jaren deed. Helemaal niet. Dat is echt mijn dada niet, maar ik heb zoiets als ik ben wel een podiumbeest. Ik heb 14 jaar theater gedaan vooraleer ik voor televisie begon te werken. Dus ik ben het podium van vroeger nog wel een beetje gewoon. En ik heb zoiets van, voor mij moet het niet allemaal te serieus genomen worden. Je moet gewoon tonen zoals je voelt, een beetje uitbundig. De kledij moet ook voor zich spreken en geef er een lap op. Voilà, zo ben ik. Nu is het natuurlijk 10 jaar Geert de Puisselier. Heb je zelf al creaties van hem gedragen op een of ander feestje of zo? Ja, natuurlijk. Ja, ik ken Geert al 12 jaar, als het niet meer is. Voordat ik Miss België was. En daar stond ik ook al model voor zijn eindwerken en zo. En op Miss Antwerpen heb ik jurk van hem ook aangedaan. Op Miss World heb ik er ook meegenomen. Op de Nacht van Exclusief heb ik er ook gedragen. Op zijn defilés die hem allemaal gedaan heeft. Dus jawel, ik ken de creaties wel. Ik heb al een aantal keren in een creatie gezien van Geert de Puisselier. Vanavond ook weer al. En ik denk ook op de Nacht van Exclusief. En waarom kies je altijd voor Geert? Omdat het gewoon Geert een zeer creatief iemand is. Ja, gewoon een fantastische kerel met heel veel talent. Hij geeft ook op het Heiliggraaf in Turnhout les, mode. En ik heb ook altijd mode en kleding gevolgd op het Heiliggraaf. Dus we hebben een beetje wel een bepaalde connectie met elkaar. En het is gewoon een super lieve gast met heel veel talent, vandaar. En hoe was dat voor hier vanavond eigenlijk op de catwalk te lopen? Wel, ik zat vol zenuwen, want dat is niet mijn ding. Ik neem liever plaats achter een micro, ook wel op een podium, maar dan achter een micro. Dus dit was een beetje nieuw voor mij, maar het was eigenlijk best wel fijn en leuk. En het was heel sfeervol en ja, ik heb er wel van genoten. Dag Cynthia, ik zag jou vanavond ook hier lopen in een paar van de creaties van Geert de Puisselier. Wat vind je eigenlijk zelf van zijn kledij? Ja, ik vind het altijd heel leuk om zijn kledij te mogen dragen. Ik heb ook al een aantal keer het geluk gehad dat hij voor mij een kleed heeft gemaakt voor de Nacht van Exclusief, als ik daar de presentatie van deed. En ik vond het altijd wel iets wat bij mij paste. Dus ja, Geert heeft heel uiteenlopende dingen. En je kan dan zo zeggen van ja, het is toch een beetje te excentriek, maar je houdt er ook wel rekening mee soms. Bijvoorbeeld bij mij, dan gaat hem iets minder hard. Zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is op een of andere manier altijd zo iets dat bij mij past, de kleur of gelijk wat. En nu ga ik binnen een paar weken trouwen en heeft ook mijn trouwkleed gemaakt. Dus dat is echt iets wat ik helemaal echt van gedroomd heb. En dat is dan wel leuk dat je op een leuke manier kunt samenwerken met Geert, zowel professioneel, maar ook privé. Dag Geert. Hallo.
Eerst en vooral een dikke proficiat voor vanavond en natuurlijk jouw 10-jarig bestaan van jouw kledinglijn. Wat vond je er zelf van vanavond en van de modellen? Ben je tevreden? Ja, ik vind het sowieso fantastisch dat iedereen dat heeft willen doen. Dat ik op zoveel mensen heb kunnen rekenen om deze te doen vanavond. Maar het is show, geen flauw idee natuurlijk. Daar zien wij hier van achter niks van. Op bepaalde momenten was het wel echt super hectisch, want het ging toch wel heel snel. Maar het was plezant. Het was tof. Kunt u misschien nog iets meer vertellen over je collectie vanavond? We hebben trouwjurken gezien, we hebben ook mannenkledij gezien, we hebben hier van alles zien passeren. Ja, ik denk dat de collectie, mijn eigen collectie, toch wel redelijk typerend is voor mij. Ik heb toch geprobeerd om mezelf te blijven. Ook een klein beetje zo wat terug te grijpen naar bepaalde dingen die we de afgelopen 10 jaar ook wel gedaan hebben. En ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan. En ja, hoe meer tijd dat je hebt, misschien hoe meer dat je had gedaan, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het oké was. Het was zeker meer dan oké en hopelijk nog 10 jaar erbij. Hè? Minimum, absoluut. Ja, Geert, een hele dikke proficiat. Je hebt je nu helemaal gefocust op je show. Maar nu moet je morgen beginnen aan mijn trouwkleed, oké?